Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forbeta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar opgave 2c van het CCVN, oftewel een toelatingstentamen voor de universiteit. En wat we eigenlijk bij vraag 2c moeten doen, ik heb het plaatje van 2b nog even staan, is bepaal de vergroting. Nou, de vergroting bepalen, dat moet eigenlijk op je net getekende antwoordenblad. Dat is veel en veel belangrijker dan dat je doet op wat ik hier heb staan. Want dit is echt een pure schets. Maar als ik de vergroting moet bepalen, dan kan ik dat heel simpel doen door namelijk deze afstand op te meten. En op deze, of op dit beeldscherm is mijn voorwerpshoogte is grofweg 2 centimeter. Op mijn beeldscherm is deze hoogte grofweg zo'n centimeter of 6. Dat is mijn beeldhoogte. En de vergroting berekenen we zoals altijd. N is b gedeeld door v. Oftewel, in dit geval, dat is gelijk aan 2. B gedeeld door 6. Theatermode. Ik druk op knopjes die ik niet herken. Dat vindt mijn computer vast niet leuk. Gaat er hier iets mis? Vast niet. Even opnieuw. Dan is het B, die was 6 centimeter. V, die is 2 centimeter. Dus de vergroting in dit geval is 3. Veel preciezer als dit kan ik het niet. Maar waarschijnlijk hadden jullie, als je het netjes had getekend, wel op de millimeter kunnen meten. Dus dan had een antwoord in 2 significante cijfers toch een stukje beter geweest. En met het idee van, laat ik netjes doen. Je mag er eentje naast zitten in de meeste gevallen. Dus als ik hier 3,0 had opgeschreven. Ja, was volgens mijn berekening goed. En dan is iedereen ook blij. Ik ben Jan Willem van Forbeta. Bedankt voor het kijken. En de volgende video zal gaan over opgave 2d.